LGBTQIA+ issues in de hele brede zin, de variaties in seksuele identiteit van mensen en het specifiek in mijn vakgebied over de genitalia, dan meest over de mannelijke genitalia. Dat zijn twee grote onderzoeksvelden waarin ik onderzocht en gepubliceerd heb. Kunnen we daar een paar dingen uitpikken? We hebben in Gent een heel groot centrum waar we transgenderzorg aanleveren. De eerste ingreep hebben we in 1993 gedaan, dus we zijn nu 29 jaar verder. Het is goed dat we de ervaring die we in 29 jaar hebben opgebouwd, dat we die naar buiten toe communiceren. Naar de maatschappij, zodat ze weten dat dit een goede behandeling is, maar ook naar de zorgverleners die de ambitie hebben om die zorg ook aan te bieden, zodat ze de lessen die wij geleerd hebben, dat ze dat kunnen meenemen. Er zijn nogal wat aangeboren aandoeningen bij de geslachtsorganen van jongens, waarbij het plasgaatje niet correct zit, de penis krom is. Wij opereren dat vroeg in het leven. We hebben nu een heel groot onderzoek gedaan waarbij we die jongens opgevolgd hebben na hun 18e en gekeken hoe dat ze doen op het algemeen seksueel gebied, plasgebied. En we zijn gelukkig om te rapporteren dat ze het goed doen. Dus uiteindelijk, ik vind dat een heel belangrijk onderzoek dat we heel langdurig patiënten volgen en dat we dan ook kunnen rapporteren wat we gedaan hebben was goed en mogen we op die manier blijven verder doen. Het gaat ook over die communicatie naar een breed publiek over uw onderzoek. Waarom is dat voor u belangrijk? Het publiek heeft recht om te horen wat wij met die financiële middelen gedaan hebben. En we moeten dus ons resultaat van onderzoek heel laagdrempelig, goed verstaanbaar communiceren. En ook hopen dat we daarmee in het publiek wel wat beweging kunnen veroorzaken. Vooral in een publiek waar vandaag heel veel berichten binnenkomen die niet op bewijs gebaseerd zijn, die gewoon uit de lucht gegrepen of van het internet gegrepen als waarheid worden aangenomen. Daar moeten we dan heel vaak een stevig, op bewijs gebaseerd onderzoek kunnen tegenoverzetten en hopen dat dat ook bij de maatschappij binnendringt. En dan is die loopbaanprijs wel een mooie bekroning. Ja, je doet het er niet voor, maar als je het krijgt, is dat natuurlijk wel plezant om te krijgen. Dan weet je ook dat je het wel goed gedaan hebt. Dat is eigenlijk ook stimulans om verder te doen. Dus ik ben nog niet uitgecommuniceerd. Ik ga zeker nog verder doen op die manier.